Hi. Welkom. Dank je. Leuk dat ik je mag interviewen. Ja. De South Music heeft al anderhalf jaar succes gehad in de Efteling. Ja. En nu gaan jullie vanaf april toeren door Nederland. Ja, het is wat. Het is weer wat anders. Ja, het is ongelooflijk dat het na zoveel voorstellingen dat we gewoon ook nog even het land in gaan. Dat is wel een soort kers op de taart. Ja. Ja. Als wel de meest bijzondere rol die ik ooit gespeeld heb. Het is voor mij de eerste rol. Ik heb al grotere rollen gespeeld, maar dit is Maria is zeg maar hè, echt de rol waar het publiek mee meeleeft de hele avond. En dat is heel bijzonder om dat te mogen spelen. Geeft heel veel voldoening. Omdat je mag gewoon het hele verhaal eigenlijk vertellen. Van Maria en van The Sound of Music. En met een geweldige groep mensen en met prachtige muziek. En dan is het ook nog eens een van de grootste musical klassiekers die er is. Waar iedereen wel iets mee heeft. En veel heeft gezien, later uitkwam. Ja, precies. Dus dat maakt het als een hele bijzondere productie om in te staan. Ja, gedaan. Je hebt inderdaad ook wel andere grote rollen gedaan. Ook kleine rollen. Ja. Hoe ben je nou eigenlijk bij de soundtrack gekomen? Ben je gevraagd om te komen auditeren zoals je collega? Of heb je gewoon de stoute schoenen aangetrokken? Ja, ik heb eigenlijk de stoute schoenen aangetrokken. Ik hoorde inderdaad dat de Sound of Music zou komen. En een vriendinnetje van mij, Maaike Boerdam, die nu in Mary Poppins gaat spelen, die had de rol van Maria in Vlaanderen gespeeld in de Sound of Music. Een aantal jaren daarvoor. En die zei eigenlijk van, daar moet je voor gaan. Dat is echt iets voor jou. En het is zo'n leuke rol om te doen. En toen ging ik een beetje over nadenken. Toen dacht ik, ja. Ik zou het eigenlijk wel leuk vinden. En volgens mij past het ook wel bij me. En toen heb ik in eerste instantie Albert Vlinder gewoon een mailtje gestuurd. Want ik had al bij hem in Annie ook een rol gespeeld. Dus dat is fijn. En toen kreeg ik eigenlijk een mailtje terug van hem van, je bent niet helemaal het type wat we in ons hoofd hebben. Maar je mag wel komen auditeren. En toen heb ik ook de regisseur nog gesproken. En die zei ook in eerste instantie, Maria, ik weet het niet, vind je meer het type voor de barones? Toen dacht ik, nee, ik ben Maria. toen heb ik auditie gedaan inderdaad voor allebei de rollen. Voor de Maria en voor de barones. En toen, na de eerste auditieronde, toen zei ze meteen, nee, de volgende keer hoef je alleen maar nog maar Maria voor te bereiden. Dus toen had ik blijkbaar toch laten zien dat meer bij me paste. Dat goed ook, want ik hoorde net van Rijn dat hij al een aantal baronessen heeft versleten. Ja, dat klopt, ja. Ja. Hij wordt ook in België gevoerd. Is daar de cast helemaal anders of in een aantal hoofdrolspelers? Alle hoofdrolspelers zijn daar Vlaams. Dat is eigenlijk hoe dat vaak gebeurt nu tegenwoordig. Als een Nederlandse musical naar Vlaanderen gaat, dan gaat mensen het ensemble mee en alle rollen worden vervangen door Vlamingen. En alle kinderen zijn ook Vlaams. Ja. Dat past natuurlijk wel beter bij die cultuur. Ja, en dan spreekt het die mensen ook meer aan. Dus dat is ook eigenlijk heel logisch dat gebeurt. Jullie gaan zelfs ook terug rond worden. Is het heel anders dan in de Varstheater? Wat vind je leuker? Toeren of in de Varstheater staan? Het heeft allebei eigenlijk wel een beetje zijn voor's en zijn tegens. In eerste instantie zou ik zeggen, toeren is leuker. Omdat ieder theater heeft andere sfeer, werken andere mensen, komt een ander publiek op af. Dus dat maakt het afwisselender. Daarentegen zijn de files natuurlijk af en toe echt verschrikkelijk. En helemaal naar Middelburg rijden is ook niet echt hetgene waar je heel veel zin in hebt. Of, ja, maar met de Sound of Music zijn natuurlijk niet de kleine zaaltjes. Überhaupt met de grote musicals. Sowieso alle grote. Je gaat altijd. Ik heb dat ga ik nu inderdaad in het, met Into the Woods doen. Maar dat is voor het eerst. Want daar kom je niet als je nog musicals speelt op het algemeen. Nee, als je daar 7 trailers met Nee. Muziek, nee. Dan wordt het heel vervelend. Nee. Maar goed, over het verschil wat ik aan een vast theater. Ik vond in de Efteling heel fijn om dat te spelen. Omdat het geeft ook
rust en regelmaat, zeg maar. Toeren is heel zwaar en je hebt veel minder tijd over. Als je een week in Maastricht staat en dan weer een paar dagen in Groningen, en dan zit je alleen maar in die bus voor je gevoel. En de Efteling was wat dat betreft veel overzichtelijk. Mensen denken altijd dat het heel ver weg is van Amsterdam, maar dat valt best wel mee. En je hebt daar gewoon alles staat er, weet je. Je spullen en je make-up en je hoeft het niet uit te pakken. Ja, en je hebt er lekker gewoon je koffiekopje staan en je Senseo-apparaat en je foto's op de spiegel geplakt. En dat kan je allemaal laten zitten. En dat geeft heel erg juist weer een heel vertrouwd gevoel. En dus het is eigenlijk allebei leuk. Hoeveel voorstellingen heb je erbij gedaan ook van de zaal? Iets van 370. In het weekend twee per dag en door de week één per dag. Ja. En hoe laat je op voor zo'n voorstelling? Heb je een bepaald vast ritueel wat jou doet? Ik hoorde net van Rijn die houdt ervan dus eventjes ervoor even goed te laten gaan in de voeten. Net als je op te drukken. Ja, klopt, ja. Ja, bij mij wisselt het wel een beetje per dag waar ik zin in heb. De ene dag ben ik heel erg van fysieke opwarming en goed inzingen. En dan voel ik echt dat ik dat even nodig heb. Maar ik kan juist ook soms voorbereiden door, als ik juist een hele drukke dag heb gehad, dus door juist even tot rust te komen met even rustig te eten, een kopje koffie. En dan, voor mij is het opmaken altijd wel een soort van overgangsmoment. Als ik me ga opmaken, pruik op doen. Dan schakel ik altijd weer even over naar de voorstelling. En, ja, en dan zet ik, dat doe ik wel meestal, en dat weet Rijn ook, want die zat naast mij in de kleedkamer. Dan zet ik mijn iPod aan, en die zet ik op shuffle. En dan zing ik gewoon met alles mee wat er langskomt. En dat is dan een soort van mijn inzing-sessie. Dus dan zing ik zo half mee met liedjes. En Rijn zit dan met Steven Kolombeen in de kleedkamer naast mij. En die ging nog steeds wedstrijdje over wie als eerst had geraden wat ik aan het zingen was. Dus dat is heel grappig. Leuke infrastructuur. Ja. In welk theater speel jij het liefst? Ik moet zeggen dat ik. Ik vind Nieuwe Luxor een heel fijn theater. Dus niet omdat we nu in Rotterdam zitten, maar. Maakt niet uit, ik word niet gespot. Nee, daarom, maar toevallig zitten we nu in Hotel New York. Maar het is. Dat vind ik een theater die heel wat alles achter de schermen heel fijn is. Heel veel theaters zijn natuurlijk opgebouwd dat het vooral voor het publiek er allemaal prachtig en mooi uitziet. En dan kom je achter in de kleedkamer en zeg je, nou, dat het ook wel. Ja, je hebt daar een geweldige kantine met een helemaal mooi uitzicht over het water en over de Erasmusbrug. En je kan er fantastisch eten bestellen. Op de kleedkamers is alles wat je nodig hebt. Er zijn ramen. Je hebt heel veel theaters waar geen ramen zijn. En als je dan twee voorstellen op een dag doet en dan zit je de hele dag in een soort bunker. Dan heb je echt van, ik wil even naar buiten. Dus dat is prettig. Maar Carré vind ik natuurlijk ook niet heel vervelend om te spelen. Vind ik ook een geweldig theater. En mede door de historie, doordat je weet wie er allemaal gespeeld hebben. En ja, dat theater, dat ademt toch wel echt iets heel bijzonders uit. Ook gewoon door hoe het eruit ziet. En daar werken ook altijd leuke mensen. Dus dat zijn wel mijn twee favorieten. Wat is je favoriete musical? Wat is mijn favoriete? Nou ja, ik heb geen favoriete musical. Nee. Ook geen voorkeur of een bepaalde stijl van musical? Nou, over het algemeen hou ik wel heel erg van klassiekers. Dat vind ik gewoon leuk. Maar nee, ja, er zijn zoveel prachtige musicals. Ik hou heel erg van Sondheim. Daar heb ik ook veel van gedaan. Je collega ook, is ook helemaal gek van. Oh ja, ja. Maar eigenlijk, ik denk bijna iedereen wel, hoor, in het musicalvak. Is het een begrip? Ja, en ja, hij heeft gewoon echt hele bijzondere dingen gemaakt, maar. Nee, ik heb niet één favoriete musical, nee. Ik ken ook niet eens alles, er is zoveel. Ja, en de laatste tijd musicals echt mateloos populair zijn, er komt ook weer steeds meer nieuwe bij. Dus ja. Alles wat maar omgezet geworden in de musical, daar ja. Maken ze iets van. Ja, precies. Ja, dat is ook zo.